Vandaag ga ik jullie laten zien hoe je kan winnen in Fortnite door een hele grote YouTuber na te doen. Als je deze video niet liked, kom ik je opzoeken. Dus we gaan voor 5000 likes. Oké, ik had aan jullie gevraagd in mijn vorige video. Hey, Max. Ik bedoel, hey, kijkers. Wie moet ik nou nadoen? Nou, dat was wel duidelijk. Rick, als je deze video kijkt, potje doen. Alsjeblieft. Ik moet kunnen winnen. Oké, Rick landde hier in Rocky Reels. Kijk, dit is bewijs. Wat een mooie plek om te landen, Rick. En het doel is dat ik ook echt alleen de wapens op mag pakken die hij in dat potje heeft opgepakt. Ja, en dat gaat waarschijnlijk fout. Oké, waar is hij geland? Volgens mij is hij op dat dak daar geland. Of niet? Of op dit hier? Hè? Ik snap het nu al niet meer. Oh nee, hier. Oh, hij was hier geland. Oké, nee, dat gaat fout. Nee. Help. Het gaat nu al fout. Ik mag alleen de wapens oppakken die hij ook heeft opgepakt. Dus niet deze shotgun. Ook niet deze. Oh, Medkit had hij ook niet bij zich. Oh, er is daar iemand. Rennen. Ah, oeh. Ja hoor. Oh, kist. Misschien zit dat wapen erin. Nee. Oh, dit is zo goed, maar ik mag het niet oppakken. Rennen, snel. Oké, dat ging erg goed. We gaan het nog een keer proberen. Deze keer gaat het lukken. Ik beloof het. Ik beloof het niet. Oké, ik moet gewoon de goede guns vinden. Dat is het enige. Zien dat het hier zit. Nee. Hier heb ik toch niks aan. Ja, deze mag ik. Oh, en dan moet hij op de goede plek. Hier. Oh, nee, niet. Hier. Ik weet niet waarom hij hem op 3 heeft, maar daar moet hij. Kom op, nu heb ik alleen nog dat kleine poepistooltje nodig. Nee. Oké, daar zit iemand. Kijk. Oh mijn god, hoe werkt dit wapen? Het gaat veel te ver omhoog. Geef me gewoon dat stomme stinkpistooltje. Dan kan ik door naar mijn volgende wapens. Oh, maar deze. Dat ga ik niet winnen. Rennen. Dat doet Rick ook vast wel eens. Ik vraag me af of die gun nog wel in de game zit, hé. Hij is er toch pas net ingedaan. Oh, hier is iemand. Jezus, ik schrik me helemaal kapot. Oké, laten we gewoon zeggen, dit is de eerste echte poging. We hebben nu geoefend. En nu ga ik gewoon de goede... Ga jij hier nou landen? Wat goor, hè? We hebben geoefend en nu vinden we gewoon de goede wapens. Kijk eens, het is het niet. Het is het gewoon weer net niet allemaal. Ik kom erachter dat het wapen helemaal niet meer in het spel zit. Dus die tactiek kunnen we niet doen. Maar ik heb gelukkig nog een tactiek gevonden, jongens. En daarin moet ik deze 3 wapens vinden. En mag ik 6 mini-shields hebben. Dus dit is een iets betere tactiek. En vooral het feit dat er volgens mij echt maar 1 iemand anders landt. Hier, dat is ook wel geruststellend. Kijk, maar ik kan dit. Volgens mij is dit er één. Is dit hem? Nee, dit is hem niet. Deze mag ik niet gebruiken, rennen. Ja, deze mag ik gebruiken. Deze kan ik gebruiken. Ja. Hallo. Tot ziens. Oké, het is nu rustig. 1 iemand landt er. Volgens mij was dat net ook, maar ja, die had mij alsnog vermoord. Maar nu kan ik het. Nu weet ik het zeker. Ik moet gewoon zijn inventory kopiëren en bij mij hebben. Nee, die heb ik niet nodig. Die ook niet. Dan wil ik wel op zijn minst 1 wapen vinden wat ik kan gebruiken. Ja, dit is er eentje. Die moet op 3e plek. We hebben iets, jongens. We hebben iets. Deze mag ik niet gebruiken. Oh, maar hij is zo goed. Deze... Deze is helemaal goed. De kleur maakt me niet zoveel uit, jongens. Het gaat mij erom... Deze mag ik trouwens wel gebruiken. Het gaat mij erom dat ik in ieder geval dezelfde wapens heb. Dan ga ik 100% winnen, want dan heb ik de tactiek. Er is geen betere tactiek in YouTube Nederland. Deze shotgun niet nodig. Dit wapen... Oh, ja, deze mag ik gebruiken. Oh, deze heb ik nodig. Oké, nu alleen de goede shotgun nog en dan ga ik winnen. Oké, dan ben ik 100 AP. Dat had hij ook op het begin. Hij had ook 100 AP op het begin. Oké, de eerste minis zijn ook gespot. Ik vind hem... Oh, dit is een andere. Oh, ik wou zeggen, die mag ik gewoon meenemen. Maar nee hoor, natuurlijk niet. En een paarse shotgun die ook niet mag. Oh. Oh, dit is hem. Oh, ja. Oké, jongens. Nu is het begonnen. De Rick-tactiek. De Paradoeskoes. De Efteling Pardoes. Oké, nu moet ik minimaal 1 kill maken. Met 1 van deze wapens. En dan mag ik door naar de wapens die je had aan het einde van de game. Oké, jongens. Ik heb het nog maar uitgehouden tot de laatste 15 man. Ik ben nog niemand tegengekomen. Ik heb nog geen kills gemaakt. Dus ik moet... Zeg Rick, je tactiek werkt goed. Ik kom ver. Oh nee, dat meen je. Dat gaan we niet zo doen. Nee. Veel te lijp. Oh mijn god. Nee. Ik moet zeggen, ik vind het een erg moeilijke tactiek. Dat jij kan winnen op deze manier, Rick. Dat is knap. Als ik kan winnen op deze manier. Ah, ja, dat is een droom. Kijk, daar staat hij. En hij ziet mij. Nee. Heeft hij het nou opgegeven? Dit is het, jongens. De eerste kill. De eerste kill komt eraan. Ja, dit wordt hem. De eerste kill met de tactiek. Waar is hij? Ga nou eens met die boom vandaan.
Ja! Oh, oké, we hebben 1 kill gemaakt met 1 van de wapens. Dat betekent, nu bedenk ik mijn eigen regel dat ik een eigen wapen erbij mag kiezen. Dat is deze. Woehoe! Ik was trouwens Gracie Grovers ontvlucht. Ik vond het eng. Hé, dat betekent dat ik wel nog steeds deze mag, want die hoort er nog steeds bij. Een paarse. Het kan niet beter. Oké, de medkit mag niet. Ik weet niet waarom Rick geen medkit meenam, maar... Jezus, wat een slechte Fortnite-speler is dat. En een blauwe. Oh, trouwens, nee, die mag ik... Ja, ik mocht kiezen, maar ik heb al een andere gekozen. Die heb ik niet nodig. Bij elke kill die ik maak, mag ik de tactiek gewoon een beetje aanpassen en guns verwisselen. En nieuwe dingen oppakken. Dat is de regel. Zo werkt deze Fortnite-video. Mijn video. Oh mijn god, er is iemand. Er is iemand. Nee, dat gaan we niet doen. Nee. Nee, ik ben niet goed genoeg in Fortnite. Ik ben heel goed in Fortnite. Jezus. Oh mijn god. Kijk, Rick. Ik snap het al. Je tactiek is gewoon slecht. Ik ga nu aan jou laten zien hoe je daadwerkelijk kan winnen in Fortnite met een goede tactiek. Pak gewoon alles op wat je kan vinden. Onder andere deze snipe. Je ziet daar iemand lopen. Hij staat stil. Je snipt hem. Hij is bijna dood. Hij rent weg. Je snipt nog een keer. Oh, je mist. Hij zwemt. Je snipt nog een keer. Je mist nog een keer. Je schiet maar gewoon daarop in de hoop dat het raak gaat. En dan heb je alles gemist en dan weten ze waar je bent. Dan ga je na het looten veilig op de boot en vlug je zoals je nog nooit hebt gevlucht. Oh, nu kan ik eindelijk ook deze nieuwe wapens testen. Wat is dit? Hiya! Donk. Deze wat een goed schot. Ik was heel blij dat ik dit wapen kon vinden. Maar dan heb ik een shotgun, dus nu rijd ik hem in. Vervolgens is de tactiek gewoon lekker niet in bosjes wachten. Want dat is voor slechte Fortnite-spelers. Op z'n hoofd. Donk. Kijk, dat gebeurde echt niet met Rick's tactiek, hoor, jongens. Niet om Rick gewoon zijn tactiek slecht te maken, maar het is gewoon echt een slechte tactiek. Oh mijn god, nee. Hey ho, 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 ho. Hi ho. En voor mijn volgende tactiek ga ik gewoon met anderen spelen, want dan ben ik beter. Wat is er aan de hand? Die bot is boos op me. Hij is veel te sterk. Ik kan hem niet aan. That sounds like you problem. Help me, please. No. No, this is your issue. Wat is die? Kom wel, joh. I will help you. Die winnen. Nee, never mind, I'm going. Ik doe ook gewoon niks en hij viel me ineens aan. We gaan gewoon even lekker met de tank spelen, jongens. Ja, het zit tenslotte in de game, hè? Ja. Hoort erbij. Het is echt... Je moet er ook heel veel skills voor hebben, zoals jullie hebben kunnen zien. Het is echt lastig om met een tank te spelen. Moeilijk. Ja, het is erg lastig. Wat gebeurt er allemaal? Ben die muur, droid! Pak hem. Ja, ik zie hem. Oh, droid, nee! Oh, pak hem even vandaan. Hij is op je geland. Ido, pak hem, op de tank. Ido. Op de tank, jongens. Ja, ik ben bezig. Nee, ik heb geen wapen, ik kan niks doen. 5 AP, 3! Ja, Ido! Jongens, help mij, er komt iemand op me af! Ik heb niks! Jongens, help! Hij is dood! Ja, Ido, wij zijn bezig! Hij is dood! Ik kan niet bouwen, oké, 3-5, nee, blijf liggen! Nee! Max! Die kijkt me toch dood hier of zo? Oh, dat ben jij, Max! Oh, ik schrok me helemaal dood vast. Nou, wat een gestrest. Ik kan niet meer rijden. Oh jongens, ze kunnen mij zo makkelijk hitten. Oh. Eentje is white. Oeh, hierop. Eventjes. Ik ben knocked. Oh no. Oh man, ik ben knocked. Jopie, pak Roy, Jopie. Ja, pak Roy, nee, hallo. Oh. Kijk hoe laag HP ik ben. Ik ga ze kaarten. Ja. Maakt allemaal niet uit, Jopie. Nee. Is this the end? Ben ik de enige? Oh, dat is the end. Fuckers, ik kan helpen. We can help each other. Ik zat te wachten. Ik denk, waarom put? Ik ben de enige nog. Oh, shockwave, Max. Die heb ik. Sliden! Nee!